Sinds 2 jaar zit het Ultra College aan de Tafelbergweg in Zuidoost. Het is speciaal voor kinderen met autisme of andere gedragsstoornissen. Die zijn zeer, zeer kwetsbaar, zeer gevoelig van verstoring van buitenaf. Het kost de school al heel veel moeite om stabiel onderwijs aan te bieden. Dat is al heel knap. Maar iedere verstoring hierop, dat levert gewoon echt grote risico's op. Ja, we maken ons heel erg zorgen om. De leerlingen krijgen les in kleine groepjes, zodat ze niet te veel worden afgeleid door elkaar. Er gelden duidelijke regels, waarbij alle kinderen precies weten wat hen te wachten staat. Maar nu dreigt tientallen meters verderop deze dakloze opvang voor verslaafden te openen. De kleinste jongen van mij, als die een dakloze zou tegenkomen of gewoon vreemde mensen hier in de omgeving die me zouden aanspreken, die zou in paniek raken. En als hij in paniek raakt, of hij loopt heel hard weg. En ik ben toch erg bang dat hij thuis komt en zegt, papa, ik ga niet meer naar school, ik blijf hier. Het schoolbestuur is ook pas sinds kort op de hoogte van de plannen. Ik begrijp heel goed dat de ouders geschrokken zijn, ja. Voelt u zich overvallen? Nou, ik weet het ook pas sinds heel kort. Dus ook voor mij is het vrij nieuw dit, ja. Het leger des Heils zegt begrip te hebben voor de zorgen van de ouders. Ja, dat snap ik heel goed. Wij hebben in Amsterdam bijna 50 verschillende voorzieningen. Wij spreken dus heel veel met buurten. En je merkt altijd, wat de voorziening ook is, dat het altijd weer schrikken is voor mensen. Maar zeggen die ouders, wij werden eigenlijk pas net geïnformeerd. Het gebeurt al over een maandje. We werden gewoon overvallen door het leger des Heils. De bekendmaking is vrij laat geweest. Dat heeft verschillende oorzaken. De belangrijkste is dat wij niet eerder hebben communiceren dan dat alle vergunningen rond waren, rondom de bouwvergunningen. Neemt niet weg. Terugkijkende hadden we dit ook eerder moeten doen. En dat is jammer. Ouders van de leerlingen zijn een online petitie gestart. Zij hopen dat de politiek een andere plek verzint voor de verslaafde opvang.